als je debuteert in het eerste van PSV, kan het ook maar beter meteen in een Europese wedstrijd zijn. Gefeliciteerd daarmee. Heb je genoten? Ja, dankjewel. Ja, ik heb zeker genoten. Het was voor mij een verrassing. Ik hoorde het vandaag pas. Atiba was ziek. En ik mocht gelijk spelen. Dus dat is helemaal mooi als je erbij zit dan. Op rechtsachter. Wij zien jou op maandagavond vooral linksachter. Maar dit kan ook dus? Ja, zeker. Ik ben oorspronkelijk middenvelder. Heb dit jaar alles op linksback gespeeld. En vandaag rechtsback. Maar maakt helemaal niet uit. Ik voel me thuis op de backpositie. Ja. Wat was jouw moment van de wedstrijd? Mijn moment van de wedstrijd? Ja, eigenlijk gewoon de start. Zodra ik op het veld stond met het publiek erachter, was gewoon fantastisch. En ik heb eigenlijk niet één moment dat er bovenuit stak, maar ik vond het gewoon helemaal mooi. Ja, kun je dan ook genieten als het eenmaal begonnen is, zeg maar? Ik kan me voorstellen, als je die tunnel uitloopt, dat dan leuk en lekker is en dat je omhoog kijkt. Maar als het eenmaal begonnen is het dan gewoon een wedstrijd zoals alle anderen? Ja, eigenlijk wel. Het is natuurlijk wel een eer dat ik bij het eerste mag spelen, maar... op het veld dan beschouw je het gewoon als een normale wedstrijd. Je voelt natuurlijk wel wat meer druk, maar in principe is het gewoon hetzelfde. Het gevoel is hetzelfde. Je geniet niet per se van het feit dat je in een hogere elftal mag spelen, maar vooral gewoon dat je mag voetballen en de kans hebt gekregen om te groeien. Ja, want wat betekent dit voor je positie eigenlijk? Betekent dat je meer bij het eerste elftal betrokken gaat worden? Dat zou ik niet weten. Zou een trainer moeten vragen. Maar ik hoop het wel natuurlijk. Ja. Ze zullen trots op je zijn. We zagen familie en vrienden, Ali uiteraard erbij. Al contact gehad? Nee, ik heb hem nog niet gesproken. Ja, het zal zo gebeuren. Maar ze zullen trots op je zijn? Ja, zeker. Vooral ook mijn vader, die heeft er veel voor gedaan. Al van kleins af aan bracht hij me elke dag. En mijn tante ook, bij wie ik 2 jaar heb mogen logeren. En mijn oom. Dus ze zullen allemaal trots zijn en ik ben er ook blij mee. Geniet ervan. Fijne avond. Dankjewel, Zakken.